Hans, kun je ons iets vertellen over het ontstaan van de naam De Geuze? Daar gaan we terug naar 1566. Een tijd waarin de spanningen oplopen tussen de Spaanse overheersers van wat later Nederland zou zijn en de Nederlandse edelen. Zij willen meer vrijheden hebben. En zij gaan op een bepaald moment naar Brussel toe, naar Margaretha van Parma, de landvoogdes van Spanje, om een smeekschrift aan te bieden. Letterlijk om te smeken voor meer vrijheden. En Margaretha had daar absoluut geen zin in. En ze zei in het Frans, ce ne sont que des gueux. Het zijn slechts bedelaars. Met andere woorden, ik ga die mensen niet ontvangen. Dat hoorden die edelen, die zijn weggegaan. En des gueux, de bedelaars, is vernederlands tot geuze. Hoe wordt nou die scheldnaam, want dat was het in eerste instantie, hoe wordt dat nou tot een eretitel? Dat wordt tot een eretitel omdat, kijk, als je van adel bent en je wordt afgeschilderd als bedelaar, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, je kunt afdruipen en zeggen, ja, het is wel heel triest dat wij tot die diepte zijn gezakt. Maar je kunt ook zeggen, oké, dan gaan wij die vuist maken. Dan zijn wij die geuzen, dan zijn wij die bedelaars. En dan zullen wij als geuzen proberen tegen de Spanjaarden te gaan vechten. En op dat moment is de geuze een heldentitel. Yeah.